Nieuw terrein, nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden en ook vooral nieuwe uitdagingen. Na 2 jaar uitstellen vindt Mañana Mañana dit jaar voor het eerst plaats op de nieuwe locatie bij Kasteel Olde in Laren. Het noodgedwongen vertrek in Vorden zorgt logistiek nog voor de nodige uitdagingen voor de organisatie. Als je alleen al kijkt, het terrein is natuurlijk anders ingedeeld. We hebben de materialen en de dingen vanuit Vorden, sommige dingen 1-op-1 meegenomen en ergens hier een nieuw plekje gegeven. Maar het bood ook wel ruimte voor nieuwe dingen en nieuwe mogelijkheden. Nieuw is ook de samenwerking met landgoedeigenaar Robert Kroll. Voor ons was het natuurlijk wel even wennen aan het idee om 10.000 man per dag over je terrein te zien lopen. Kan zo'n klein landgoedje als Olde dat wel aan? De zorgen bij Kroll veranderen steeds meer in enthousiasme. De feestfabriek heeft afspraken gemaakt voor 1 editie in Laren. Maar mogelijk heeft Mañana Mañana na eerdere edities in Hummelo en Vorden weer een vaste stek gevonden. We hebben ook met elkaar afgesproken dat we na die tijd gaan evalueren. Gaan kijken of het wederzijds bevalt. Kijk, en mocht het wederzijds bevallen, dan sluit ik zeker niet uit dat we hier voor de toekomst ook nog terecht kunnen. En wie weet dat het een groot succes wordt, dan gaan we er misschien mee door. En als het inderdaad 1 grote kapot getrapte blubberbende wordt, nou ja, dan is het eens maar nooit weer. Het festival gaat volgende week donderdag van start. Wat betekent dat de deadline qua opbouw in zicht komt. We hebben nog een goede week te gaan. En dat gaan we halen met alle mensen en alle handjes die we hebben. Maar goed, er is nog best wel wat werk te verzetten. Dus dat is zat te doen nog. Maar het komt allemaal wel goed voor de datum? Ja, uiteindelijk komt alles goed, hè? Daar staan we voor. Dus we gaan ons best doen.